Hey, het shirt, komt is dat nog van terug? Invloed? Wat voor shirt je draagt als je het veld opkomt? Co-Adriaanse zei, dat kan een verschil maken. Als je indrukwekkend dat veld opkomt met een goed shirt, met een felle kleur. Ja. Ja, wat is dat dan? Wat dit? Ik vind het wel een mooi shirt eigenlijk, hoor. Ja? Jij, Wes, vind je het niet mooi? Nee, ik vind het echt verschrikkelijk. Jij, Wim? Jij vindt ik kan het helemaal niet goed zien. Ik vind dat blauwe wel mooi. Heeft iemand een bril voor Wim? Ik vind dat blauwe er nu wel mooi. Jan, ja, ik ga hard achteruit, hoor. Ja, binnenkort 60, hè? Ja, ook nog. Gaan we het vieren, Wim, of... In een kleine kring. In een hele kleine kring. Kleine kring, ja. Ja. Ik hoop dat maar die blauw is mooi, die oranje is niks. Nee, ik hou niet zo van, dat, van die, zoveel poespas bij een shirt. Je moet het op het veld laten, niet met je shirt. Adriaanse had dat wel een beetje, dat gevoel. Ja, maar die had ook dat de shirt in de broek moest. Ja. Ja. En dat de sokken niet omlaag mochten. Dat het Van Gaal in die periode bij Ajax ook gehad. Had hij dat later trouwens ook nog, toen Koeman coach was? Ja. Schermers om, hè, met trainen. Met trainen. Ja. Oh, ja. Erg. Ja. Weet je wat die Adriaanse wel eens deden? Dan moesten wij trainen, dan deden we een partijtje. Mocht je niet stilstaan, hè? Dan stond iemand stil, dan stond ik stil. En zei hij, ja, van de mijne, naar de zijkant. Dan moest ik naar de zijkant rennen. Dan moest ik me 20 keer opdrukken. Ja? Mocht je het veld weer in. Ja. Apart, ja. Apart, toch had je wel iets met hem. Ja, zeker. Was toch wel een man dat was voor mij heel belangrijk, ja. Hè, in de jeugd. Want ik was nog best wel in de jeugd. Ik wilde altijd heel graag winnen. En ik deed nog wel eens rare dingen, weet je. Doorlopen op keepers en zo. Ja. Ben ik weer weggestuurd bij Ajax, mocht ik een week niet trainen. Maar hij haalde me elke keer terug. En hij geloofde in mij, dus ik heb echt heel veel aan coaching. Hij was zijn jeugdopleiding, toch? Ja, ja, hij had een oogje bij moeder. Dus dat, is ook... dat kan ook in je voordeel spelen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar nooit wat geworden. Bij mijn moeder en... Nee, niet blijvend. Eenmalig. Ja. Ze was niet zo goed. Ze zitten kijken, man. Wat maakt dat nou uit, man? Maar goed, het waren goede, gezellige tijden. Nee, ik had ooit een keer Adriaanse in de uitzending. Toen kwam Manchester United het veld op met een grijs shirt. Zei, er hoort niks. Ik zei, sorry? Hij zei, nee, had een andere kleur moeten zijn. Dat is een verkeerde kleur. Maak je geen indruk? Hij zei die gelijk. Maar meen je het serieus? Ja. Had jij dat nooit? Nee, maar je moet altijd even wennen aan een shirt, weet je. Maar als je zo in eerste oogopslag vind ik... Ja, weet niet. Ik vind het te fel. Te fel. Iets te fel. Okay. Maar misschien is het in het... Kan ook weer ik zie Van Gaal die alweer thuis beschrijven. Te fel. Die gaat gelijk natuurlijk in de wasmachine. Ja, de memootje er tegenaan gooien.